Maar wat je aanraakt, dat kiezen we dan ook, oké? Okay? Okay, ja. We zijn nu aangekomen en dat wordt de meest spannende van vandaag. Ja, de grootste televisie op de kraan of de middel. Ja, we zijn nu bij de televisiewinkel. Hoe groot is deze televisie, vriend? Nou, heel hard ronddraaien. Nee, dat... Wacht, dit ding moet ronddraaien. Ja, dus hier mag je helemaal niet komen. Sorry. Ja, maakt uit. Mama vet zag gereinen zo direct. Maar, wel een mooie televisie. Ja. We zijn de drie musketeers. Oh, oké. Wat zit erin? Helemaal leeg. Zet ik hem hierop? Mag dat of word je dan boos? Nee. Nee, dat mag niet. Gekke papa. Dit. Oh, die moet erop, ja. Kijk, wat? Misschien kennen jullie dit speelgoed of wel. Dat hebben we toen we challenge hadden gedaan dat we zo lang mogelijk op de trampoline moesten zitten. Dat is een paar vlogs geleden. Was ook mee hiermee aan het spelen. Maar jongens, nou iets heel leuks. Wij mogen deze, kijk hier, die mogen wij weg gaan geven. Ja, Pip is ondertussen volop. Wat ben je aan het zeggen? We mogen dus één zo'n exemplaar weggeven en misschien kan jij die wel winnen. En dan heb ik zitten denken, wat is nou een leuke actie? Mijn vraag aan jullie is, Pip speelde toen op de trampoline heel veel hiermee, maar er was één iets wat ze echt heel erg leuk vond. En nou is mijn vraag aan jullie, wat was dat? Dus als je die weet, kijk de vlog nog even terug. Dat is de vlog zolang ook op de trampoline zitten. Heel erg leuk vond aan deze Duplo, waar Jesse zijn ook niet aan mocht gaan zitten. Als je het weet, ga dan naar, want de reacties zijn waarschijnlijk nog steeds uitgeschakeld. Ga dan naar, momentje, alsjeblieft. Wat je moet doen, ga dan naar Instagram, naar apenstaartje YouTubers, / de bakketjes. Laat weten wat Pip zo leuk vond vorige keer aan dit Duplo speelgoed. En misschien vind jij wel deze mega vette doos. Wow! Wat mooi, hè? Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Ramon. Mijn naam is Seth. En wij zijn... De bakketjes! Ja, en Pip is er ook bij. Hi Pip. Doe een zwaai, zeg maar hi. Oké, okay, nou ik weet niet of jullie een paar vlogs geleden hebben gezien dat we sketch hebben gedaan. Wat voor sketch was dat? Sketch. Opa en kind. Wat is er toen gebeurd? Wat heb jij gedaan? Televisie kapot. Kijk eens jongens. De hele televisie was kapot gegaan. Moet je de televisie aanzetten? Ja, zet ze aan. Laat even zien. Hier is afstandsbediening. Kijk jongens, als wij nou televisie willen kijken, dan ziet dat er ongeveer... Oh, en Pip laat van alles vallen. Kijk eens jongens. Mag ik even de bakketjes kijken? Even de bakketjes, ja. Kan je nog steeds luisteren? Ja, het geluid doet in ieder geval wel. Het ziet er niet uit. En dan zie je de p niet en de e niet. Nee, de e en de p zie je niet. Dus Sam, ja? Nu heb ik een heel leuk idee. Tegenwoordig is er een nieuw soort challenge. Ja. En het is een challenge waarbij... Hey Pip, oké. Okay. Dat is een challenge wat we met Pip ook hebben gedaan. Alles wat ze aanraakt, dat moet ze kopen. Maar zij weet, kijk, nee, zij... Nee, maar ik zij... Ik heb je nog niet gezien. Hebben jullie niet gezien? We gaan naar drie winkels. Waaronder... Speelgoedwinkel. Ja. En televisiewinkel. Een televisiewinkel, want we hebben dus... Dat gaan we dus doen vandaag. We hebben een nieuwe televisie nodig. En we doen nog een... Zullen we doen nog een action erbij of zo? Wat kleinere winkel. Oké, okay, en dan krijg jij een blinddoekom. Mag je dus één ding aanraken. En dat gaan we dus kopen. Maar of het nou iets en is van... Elke televisie, een grote televisie of een kleine? Ja, ja, dat weet je dus niet. Dus we doen jouw blinddoekom. En ik hoop stiekem eigenlijk een beetje wat grotere. Ja. Maar als het weer te duur wordt, dat mag ook weer niet. Want we zijn geen miljonair of zo, hè? Maar het heel duur is, we moeten dat kopen. We moeten het kopen, ja. Maar voor hetzelfde geld is het een hele kleine televisie. Zitten we naar zo'n televisie, kijk zo, die zo groot is. Zo. Zo'n televisie. Zo, kijk. Eén. Din uitkiezen, dus dan ga je wel een speelgoedwinkel doen. Ja, ja, wel een speelgoedwinkel. Nou, dan doen we dat. Zullen we snel gaan? Bij een snoepafdeling ga ik een snoepje kopen. Ja, dat mag ook. Je mag ook zeggen, geen speelgoedwinkel, maar een snoepafdeling. Snoepafdeling. Ja? Ja. Dus jij wil liever snoepwinkel dan speelgoedwinkel? Ja. Echt? Snoepwinkel. We gaan 3, 4 doen. Ja. Ik wil een snoepjewinkel. Snoepjewinkel. En een speelgoedwinkel. En een speelgoedwinkel, en een tv-winkel, en de action. Zullen we dat dus doen dan? Dus dat zijn er 4. Als mensen nog geen abonnee zijn, Sam. Ja? Zullen we dan nu even zeggen, dan hebben nu de mensen de tijd om het even te abonneren. Zullen ja. we dat doen? Ja. Dus wij wachten nu. Gaan we even wachten zo. Tot 20 tellen? Tot 20? Nee, zullen we gewoon tot 3 tellen? Ja, oké. Okay. Oké, okay, wat is met jouw hand? Oh, je wil er ook bij, sorry. Zo, zo beter. Nee, tot
10 tellen. Oké, okay, dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abonneren nu! Yay! Pip, wij gaan er vandoor. Zien we je zakjes weer? Ja, oké, okay, daar gaan we. Nee, we waren als eerste naar de speelgoed. Ik dacht, jongens, kijk eens, die Intertoys is er niet meer. Dan kan je gewoon omhoog tillen. Nee, dan heb je daar wel een snoepwinkel. Zullen we dan als eerste naar de snoepwinkel gaan? Ja? Ja, dan gaat hij hoor. Als hij snoep hoort, dan rent hij. Oké, okay, Sam, waar zijn we nu? Bij de snoepwinkel bij Jamin. Jamin, heel goed. Oké, okay, we gaan nu de eerste. Deze heeft Sam zelf uitgekozen. Ja. Wij gaan nu een blindekom doen. Hij gaat een blindekom doen. Wat voor een blindekom? Hij kent deze winkel wel een beetje, dus hij weet een beetje welke kant hij moet zijn voor de wat leukere dingen. Dat is die kant. Ja. En we mogen niet naar de andere kant met geen proef zo pakken. Nee, we mogen niet naar de andere kant waar de snoepjes allemaal los liggen. Nee. Ja, dat mag allemaal niet. En daar ook niet. Nee, dus we gaan een beetje naar die kant daar zo. En de boven mag het wel. Ja, maar daar kan je dan weer niet bij. Je mocht ook niet klimmen, hè? Dat mag ook niet. Nee. Wat zijn nou een beetje snoepjes wat jij echt, echt heel lekker vindt? Snoepje? Toch? Wat voor snoepje? Ik snap dat jij snoepjes lekker wil, maar wat voor snoepje vind je echt heel lekker? Snoepje? Dit is wel irritant. Hou jij meer van zure snoepjes of meer van chocola of van drop of van zuurstokken? Wat vind je altijd lekkere snoepjes? Ik vind bijna alles lekker. Ja, eigenlijk wel. Hè. Gewoon toch snoepjes dus. Oké, okay, jongens, Sam doet nu de blinddoek om. Sam, hoeveel vingers steek ik op? Oh. Twee, ja. Oké, okay, hoeveel vingers steek ik op? Vijf. Oké, okay, nou, gaan we met mijn geluid af. Ik begeleid je een klein beetje naar de goede plek. Ja, niet hoofd laag houden, vals binnen. We zijn nu hier zo, jongens. Hier zijn van allerlei lekkere dingen. Oké, okay, je staat nu heel dicht bij de schappen. Je mag nu heen en weer lopen. Of de andere kant op. Maar wat je aanraakt, één ding. Maar dat kiezen we dan ook, oké? Okay? Okay, ja. Nou, Sam is goed aan het nadenken. Wat ga je doen? Je mag ook, stel je een beetje, kom een beetje mijn kant op. Was dat niet? Ja? Wat is dat voor snoepje, denk jij? Is dat een snoepje? Of is dat het is in ieder geval koud. Ja, het is koud. Is het oranje? Ja, dat is gewoon drinken. Nou goed, drinken hebben we ook nodig. En dan gaan we nu nog een keer, wat je nu aanraadt, gaan we kopen of eten, oké? Okay? Oké. Okay. Ja? Nou, ga maar kijken, wat is het? Een suikerspin! En, hou je van suikerspin? Ja. Kijk eens, en dit is het drink wat je hebt gehaald. Zie je met me lachen dan? Ik en dit, lust je dit, of niet? Maar het is echt heel warm weer, dus het komt alleen maar goed uit. Ja. Oké, okay, nou, we kwamen de fan tegen, die wacht heel graag op de vlog. Wat wil je zeggen, jongen? Iedereen abonneren op de bakketjes. Ja, yes, en wat is je naam? Nick. Oké okay, dan. En hoe is jouw buit, jongen? Ben je er blij mee? Mag ik ook een stukje? Ja? Nee, ik. Okay. Ja, ja, ja. Oh, dit? Ja. Dit krijg ik van jou. Oh, wat ben jij lief voor mij, man. En ik heb zo'n groot stukje. Ja, je bent gewoon... Kijk dan! Nee, doe het hoor. Hou je van je vader? Dan mag het. Nee. We zijn nu aangekomen en dat wordt de meest spannende van vandaag. Ja, de grootste televisie of de kleinste of de middelste. Of de middelste, ja. We zijn nu bij de televisiewinkel. En hij gaat dus geblinddoekt een televisie uitzoeken. En ik wil echt zo bang. Ja, dan worden hier ondertussen allemaal pistoolschoten en zo. We zitten hier in het Wilde Westen Nijmegen. Dat is mega gevaarlijk hier. Nee, hier zijn wel heel veel boeven. Hier zijn wel heel veel boeven, ja. Allemaal criminelen. Toch? En of het nou een televisie is van 200 euro... Of een televisie van, weet ik veel, 1500 euro. Of 2000 miljoen. Of 2000 miljoen euro. Nou, 2000 euro. Wat hij aanraadt, gaan we kopen. En dat wordt onze nieuwe televisie in onze huiskamer. Omdat hij de andere heeft gesloopt. Want zo is Sam, hè? Ja. Ja. Hoeveel vingers steek ik op? Vijf. Nog steeds vier. Oké, okay, we zijn nu in de televisiewinkel. Ja. Heel spannend dit. Zit je nou weer te gluren? Ik zie het. Oké, okay, we gaan nu beginnen. Ik begeleid hem wel een klein beetje, want hij is nog nooit in deze winkel geweest. Dus voordat hij allemaal televisies van 2000 euro omgooit. Ja. Alles wat je omgooit moet je ook betalen, hè? Mat uit. Geld zat er niet. Ja, we hebben toch 10.000 miljoen centjes. Ja, we hebben 10.000 miljoen centjes. Ja.
loop maar gewoon. Als je ergens tegenaan botst, dan zegt het wel tegen jou. Oh, dat wordt heel goedkoop, want Sam gaat toen ergens waar helemaal geen televisie staan. Nou, volgens mij gaat Sam meer naar de achterkant van de winkel toe. Ik weet dat er aan de zijkant staan nu ook allemaal televisies, maar jij wil liever doorlopen? Kijk, daar staat een hele kleine televisie. Dan ben je klaar voor €280. Is dat goed genoeg? Nee. Nee, dat Sam die zit stiekem naar boven te kijken, zodat hij de grond kan zien waar hij loopt. Dat was iemand die het geluid tussen. Sam, pas op, hier lopen we tegen de stellage aan. Oké, Hijs, wat ben je aan het doen? Heb je iets... Je zet nu heel dicht bij een schap. Als je handen naar voren houdt, doe maar even laag houden. Ja, kijk, hier heb je een stellage. Dus gaan we even een beetje voelen, of naar links of naar rechts. Ja, oh, je raakt bijna... Oh, Sam, je hebt een televisie achter. Sam, hallo. Hoe groot is deze televisie, vriend? Deze wil ik. Kijk eens hoe duur. Wie gaat het betalen? Ja, jij. Dus jongens, wordt dit onze nieuwe televisie dan? Ja. Echt, wat vet. Ruik uit je mond, ruik eens. Ruik. Je rijdt naar Fanta. Ja. Heb jij Fanta op? Jij rijdt naar Fanta. Ik heb ook Fanta op, trouwens. Ach, godverdomme. Nee, hou op, we zitten in een nette winkel hier zo. Dus eerst... Ja? Sloop jij onze televisie? Ja. Gooi jij een remote control door onze televisie heen? Ja, dat is fijn. En nou gaan we naar de winkel en dan koop je een televisie van €1.799, vriend. Ja, dat is heel fijn, hè? Dat is heel fijn, ja. Hoe denk je... Ik zeg tegen mama, we gaan een challenge doen dat Sam de televisie mag uitkiezen. Hoe denk je dat mama gaat reageren? Als we zeggen, ja, we hebben net even een televisie gekocht van €1.799. Wat? Stress! Maar ik vind hem wel heel mooi. Ja. High five, vriend. Ik mag jou. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? Even deze kopen. Kijken of ze voorraad hebben. Moet je even meenemen? Nee, doen we niet voordat die ze dekte. We hebben nou snoepwinkel gehad, televisiewinkel. Waar gaan we nu heen? Speelgoedwinkel, doe maar. Maar dan moeten we wel weer naar Nederland. Moeten we wel weer naar Nederland? Want we zitten nu in welk land zitten wij? Engeland. We zitten nu in Engeland. We zitten nu in Engeland. Want... Ja? We moeten nu afrekenen. Nee, kijk eens, €1.799. Ga jij even lekker betalen dan? Maar ik heb geen centjes mee. Je hebt geen centjes mee? Jij wel. Dus ik moet dit gaan betalen? Ja. Maar dit is toch niet goed voor je? Nee, dat is niet goed voor je. Kijk, hoeveel? Weet je wat ook niet goed voor je is? Nee. Dat ik zo direct tegen je moeder moet gaan vertellen dat wij een televisie hebben gekocht. Voor zo duur, Sam. Maar maakt het uit. Ja, maakt uit. Mama vet zal grijnen zo direct. Maar, wel een mooie televisie. Ja. Oké, nou we zijn bij de volgende week. We zijn nu bij de Big Bazaar. En we zijn nu toch al met geld aan het strooien. Ja, wat maakt het uit. Dus jij gaat hier nu ook wat halen, hè? Ja. Maar we doen het ietsje anders. Ja. Je hebt je blinddoek om. Jij mag dingen aanraken. En dan zeg je tegen jou, wil je dit kopen? En dan zeg je ja of nee. De grond aanraken. Dan moet je de grond kopen. Oké. Nee, dat moet toch? Ja, nee, dat moet. Heb je me gelijk. Dus maar als je het aanraadt en je voelt en je zegt nee, dan gaan we gewoon door naar het volgende. Net zolang tot je zegt, ja, dit ga ik kopen. Ja. Maar wel alles met de blinddoek om. Hoe zien je handen eruit? Laat ze even zien. Jezus, mina Sam. Kan ik ook wel deze kopen? Ja, dat kan ook. Als je dat aanraakt, je raakt die doos aan en je zegt, oké, dit koop ik. Deze kopen. Ja, kan ook. Als jij graag een harkje wil, schat, dan koop ik ook. Kan ik ook deze kopen? Je kan ook. Dat is hartstikke leuk. Ja, ook. Ja. Schoonmaker zijn. Dit ook kan. Nou. Meer toch? Wat dan? De muur kan ook. Toch? De muur kan ook, ja, dan kopen we de muur wat jij wil, vriend. Maar niet spieken. Als je gaat spieken. Hallo, Sam, luister eens goed. Als je gaat spieken, eet ik jouw suikerspin op. Nou, dan mag je nu gaan beginnen. Dat doen we goed voelen aan de doos. Je mag gewoon alles aanraken. Dus kijk, je mag bijvoorbeeld gewoon even aanraken. En dan ga je even voelen. Ik kan wel de grond zien. Ja, maar je moet eigenlijk niet naar de grond kijken. Dan doe je ogen ook maar gewoon even dicht. Ja, nee, oh niet. Oké, dan gaan we weer verder. Ja, je loopt. Oh ja, ja, kijk, daar heb je van alles. Oh, en Sam is aan het voelen. Wat voel je allemaal? Ja, geen idee. Ik weet ook niet. Sterker nog, ik kan zien wat het is en ik weet ook niet wat het is. Dus. Oké, nou, dan gaan we verder. Hoor je allemaal mooi eruit? Vet, vet ding, zeg. Moet je heel hard gaan draaien. Even iets naar achter, vind je alles eruit van. Nou, heel hard ronddraaien. Nee, dat. Want het ding moet ronddraaien. Dus zo. Zo. Oké, heel hard, hè? Oh, vette shit. Ja, oké. Nee, toch niet dus? Oh, dat is wel... Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou een beetje deze kant gaan kijken, want dit is dan wel een beetje de leukere... Oh nee, dit is babyspullen dit. Nee. Oh, en weg is hij weer. Hij denkt babyspullen, dat gaan we niet doen. En Sam is aan het voelen. Oh ja, en dan gaan we weer gangpad in.
Oké, nou dit zijn wel de glazen, dus een beetje voorzichtig. Voordat je de hele stellage met allemaal glazen... Oh, gaat naar mijn kant op. Oké, wat heeft Sam? Loop nu buiten tegen de muur op. Dit is een muur, ik moet even eromheen schatten. Ik zal je één tip geven, we zijn nu bij de fietsenafdeling. Oh, de flikkert van alles naar beneden. Jij wilt die hebben. Ja, weet je het heel zeker? Ja, zeker. Ja? Ja, 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 ja. Wow. Wat is dat? Dit is een kettings of een slot voor je fiets, vriend. Yay! Wat leuk! Wat moeten wij met een slot voor een fiets? Voor welke fiets is dat? Ja, dat is voor zo'n... Ja, weet ik ook niet. Niet voor de fiets die wij hebben. Hey, nou, super. Neem mee, alsjeblieft. Yay! Sam? Ja. Nou, we zijn nu dus bij de televisie gehaald. We hebben de televisie gehaald. Als jullie denken, hé, waarom zien we... de televisie? Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Die wordt besteld, dus die komt over een paar dagen komt die bij ons thuis. Dus 3 nachtjes slapen? Volgens mij 2 nachtjes slapen. We gaan dus 3 nachtjes op de telefoon op de iPad. Ja, gaan we even alleen op de iPad en op de laptop kunnen ook kijken. Nou goed, we hebben bij Big Bazaar hebben we dit superhandige slot gehaald. Ja, heel handig. Sorry. Ik hou van je. Heel fijn. We hebben dit super handig slot gehaald. Yes. Maar nu gaan we als laatste naar de... supermarkt. Speelgoedwinkel! Ja! Nou, ja, zijn we zomaar happy, want we zijn nu bij de... supermarkt! Oh, nou is het... Oh, zo... Wat is het allemaal? Allemaal soepjes. Godverdamme, allemaal suikerspin. Ja, eerst hebben we naar binnen. En daar zijn we hoor. Even ronddraaien. Nog een keer ronddraaien. Want kijk, Sam kent deze speelgoedwinkel natuurlijk heel goed. Want dit is gewoon de speelgoedwinkel bij ons in Beuningen. Ja? Nou, en dan gaat hij hoor. Ik loop bijna tegen de schap aan. Ja, dat kan. Oh, pas op. Ja, je bent erg. Ga maar voelen, hè. Misschien voel je wat. Ja, dat is echt iets voor jou. Nee. Ja? Wordt dat het? Oh, je gaat nu de... dit... Oh, hier mag je helemaal niet komen. Nou, daar ligt helemaal niks. Lekker verdedigd. Mag we naar de televisie? Oké, nou dat is bijna een brand. Ja, een brandslang. Wil je een brandslang kopen toevallig? Nee, nee. Nee, niet. Een hele grote doos, voel maar even. Ik wil deze. Ja? Ja, ga je die doen? Ja. Nou, doe dit ding maar open. Kijk maar wat je ervan vindt. Ja. Oh, gaat gelijk een zoemer af. Deze wil ik. Deze wil je? Ja. Misschien ook ouds bij? Ik weet niet wat het is. Het is een. Oh jezus. Ja, kijk eens. Yo. Hoe vet is deze, Sam? Kijk zo niet meer. Het ding is wat groter dan jezelf, man. Ja, jij wil hem hebben? Maar ik ben groter dan dit. Ja, oh nee, oké, dat niet, dat niet. Okay, nou, we zijn thuis en je wou gelijk even alles aan Jesse laten zien, hè? Ja. Nou, neem mee, want Jesse is hier lekker buiten aan het spelen bij de konijnen. Die is echt cool. En deze hebben we gehaald, Jesse. Ja, dat is slot. Alleen... die past niet op mijn fiets. Nee, die past sowieso niet op onze fiets. Sam, vertel eens tegen Jesse. Ja, we hebben ook een televisie uitgezocht. Hoe groot is die televisie? Deze? Uh-huh. Tot hier. Dit was onze video. Ja. Waarin Sam en ik samen naar de stad gingen. Ja. En hij geblinddoed spulletjes ging kopen. Ja. Ja. Hey, bedankt voor het kijken. Als mensen nog geen abonnees zijn, dit is wel iets wat ze moeten doen. Toch was het ook weer? Abonneren. Dat was het. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.